Wij zijn niet tegen de homo's. Nee, zeker niet. Nee, wij vinden juist dat, dat juist kinderen ook, jongeren die uit de kast willen komen, dat er echt ruimte voor moet zijn, dat die dat ook veilig moeten kunnen doen. Wij zijn vandaag op het Binnenhof en we zijn op zoek naar minister Carola Schouten. Die ons alles gaat vertellen over de ChristenUnie. Ah, ik ben een beetje zenuwachtig. Nou, wij ook een klein beetje. Ja? Ik verwacht wel dat ze heel erg christelijk over dingen spreekt. Ik heb daar niks tegen. Ik vind het best wel goed eigenlijk. En ja, ze hebben daardoor ook gewoon goede punten. En misschien klinkt het een beetje stom, maar ik verwacht iets zweverigs. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie mij interviewen. Ik ben ook erg benieuwd naar jullie vragen. Is je partij alleen voor christelijke mensen? Nee. Het is wel zo dat de mensen die op de verkiezingslijst staan van de ChristenUnie, dat die wel christelijk zijn. We zijn ook een partij die ook willen kijken wat belangrijk is vanuit het christendom ook voor de samenleving. Dus dat is goed voor de mensen om je heen zijn, goed voor de aarde zorgen. Dat zijn allemaal thema's die belangrijk zijn en dat proberen we dan ook gewoon, wat ik net zei over armoede, over het klimaat. Maar het is niet zo dat je christelijk moet zijn om op ons te stemmen. Als je vindt dat wij goede ideeën hebben, dan mag iedereen op ons stemmen. Nou, ik verwacht wel dat ze heel erg christelijk over dingen spreekt en zo. Dat ze heel erg dingen doet wat in de Bijbel staat, bijvoorbeeld je moet goed voor mensen zorgen en zo. En volgens mij is dat ook al zo. Maar dat wil ze ook wel, dat mensen het goed hebben en dat je voor mensen moet zorgen. Klopt het dat uw partij tegen homo's is? Nee, wij zijn niet tegen de homo's. Nee, zeker niet. Nee, wij vinden juist dat, kinderen ook, jongeren die uit de kast willen komen, dat er echt ruimte voor moet zijn, dat die dat ook veilig moeten kunnen doen. Want we weten ook dat er heel veel verdriet is en ook wel angst bij jongeren als ze dat moeten doen. En dat vinden wij heel erg als dat zo is. En we willen ook graag, en dat daar ook ruimte voor is, dat ze dat gewoon veilig ook kunnen doen. Ja, dus u wilt eigenlijk ook tegen de mensen zeggen die het niet durven, maar het wel willen, doe het gewoon. Doe het, alsjeblieft. Want we weten ook dat als kinderen dat niet doen, dat ze ook wel eens echt heel erg depressief kunnen gaan worden. En dat is het allerlaatste wat je wil. Ja. Ja, ik vind het christelijke, dus ze doen heel veel met christelijk. Dat vind ik in principe, ik vind dat gewoon een goed punt. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo christelijk als we gedacht hadden en zo. Ja. En ze was ook heel spontaan, maar aan het begin zag je wel dat ze een beetje zenuwachtig was. Ja. U heeft een zoon, Thomas van 19. Wat vindt hij ervan dat u in de politiek zit? Hij is het al een beetje gewend, want sinds dat hij 10 is, zit ik al ook echt in de politiek. Dus hij weet het al heel lang. Maar voor de rest vindt hij het ook gewoon een baan. En dan zegt hij, hij volgt het toch al een beetje, maar hij doet altijd net alsof hij dat niet zo heel erg goed doet. En dan zegt hij, ik hoor het wel wat je allemaal aan het doen bent. Maar volgens mij vindt hij het wel leuk. Dus, en geeft hij je wel eens advies? Ja, heel erg. Ja. Wij verschillen ook best wel veel van mening over wat we belangrijk vinden. Dus dan komt hij wel eens thuis en dan zegt hij, nou, dat vind ik echt een heel stom voorstel wat je hebt gedaan. En dan gaat hij daar een hele discussie over aan. Maar dat is wel grappig om te horen wat hij vindt. En dat vind ik ook wel belangrijk. Want zo word je ook wel weer een beetje stilgezet bij hoe je ook over iets kunt denken. Bijvoorbeeld, hij studeert nu. Hij is al wat ouder. En dat is natuurlijk ook allemaal online en dan kan er niet zoveel. En bijvoorbeeld dat je in het begin dat sporten tot en met 18 was. Ja, dat vond hij gewoon echt niet zo leuk. Want toen zei hij, maar ik kan dan niet mee sporten. En het is nu gelukkig wat hoger. Je mag nu tot 27 gaan sporten. Maar dat zijn wel dingen waar we het dan ook over hebben met elkaar. Ja. Want hij stemt dus waarschijnlijk ook, want hij is nu 19. Ja, hij stemt hij ook op uw partij? Nou, dat is een goede vraag. Want hij gaat voor de eerste keer stemmen. Want hij is nu 19, dus dan mag dat. En toen, ik zal even een geheim verklappen, want hij had de stemwijzer ingevuld. En toen kwam hij niet bij de ChristenUnie uit. Dus toen heb ik hem even heel lief aangekeken.
En toen heb ik gevraagd aan hem, maar zou je dat dan toch erg vinden om op de ChristenUnie te stemmen? Toen zei hij, nou mam, dan ga ik wel op je stemmen. Ja. Dus gelukkig. Ja, ik vond ook gewoon een leuke vrouw en zo. Ze was heel spontaan, ze wilde het uitleggen. Ze probeerde het uit te leggen, wij begrepen haar ook. Wat moeten kinderen weten over de ChristenUnie? De ChristenUnie is een partij die ook veel dingen doet voor de kinderen. Ik denk dat voor kinderen belangrijk is, maar dat is ook een vraag aan jullie, dat het goed gaat met het klimaat. Dat gaat natuurlijk ook over jullie toekomst. Mm-hmm. We hebben ook veel plannen om te zorgen dat kinderen niet in armoede terecht gaan komen. Dat is best belangrijk, want er zijn ook kinderen die gewoon bijvoorbeeld 's ochtends geen boterham kunnen eten voordat ze naar school gaan. Of dat het best moeilijk is om een verjaardagspartijtje bijvoorbeeld te kunnen vieren. En we vinden het ook heel belangrijk dat er goed onderwijs is voor de kinderen. Mm-hmm. Want jullie hebben volgens mij best wel een tijdje thuisonderwijs nu online gehad. Ja. Hoe was dat? Nou, bij ons ging het eigenlijk best wel goed. Het was in de eerste lockdown was het wel binnen geregeld, geen online les. Maar nu hadden we gewoon 3 keer per dag online les. Nou, gelukkig dat het er gewoon een beetje goed is gegaan. Maar wij willen graag dat de kinderen gewoon nu ook weer naar school kunnen blijven gaan. Ja. En ook gewoon lekker kunnen sporten. Ze vindt vooral gewoon heel belangrijk dat iedereen het goed heeft. Viel mij op dat ze best wel zenuwachtig was ook aan het begin. En dat ze heel veel voor kinderen doet of voor jongeren. Bijvoorbeeld die in armoede leven. En zoals al zou kinderen die niet kunnen eten. En ook dat ze heel veel met het milieu doet ook. Ja. Er staat bij de standpunten van uw partij dat uw partij Nederland heel duurzaam wilt maken. Hoe gaat u dat doen? Op heel veel verschillende manieren. Maar ik ben ook wel benieuwd wat jullie voor ideeën hebben. Ik denk dat het belangrijk is dat we gewoon bijvoorbeeld, als je kijkt dat als er nu gevlogen wordt, maar we kunnen ook bijvoorbeeld met de trein. Mm-hmm. Dan willen wij graag dat het makkelijker wordt om met de trein te gaan. Ja. Bijvoorbeeld ook minder plastic gebruiken. We gooien nu heel veel plastic weg en dat komt ook allemaal in de oceaan terecht. Daar kunnen we echt veel meer aan doen om dat minder te maken. Maar bijvoorbeeld ook dat we zorgen dat huizen bijvoorbeeld beter geïsoleerd worden. Dan hoef je niet zoveel de kachel niet zo hoog te draaien. En dat scheelt natuurlijk ook weer in je kosten, maar ook is dat beter weer voor het klimaat. Dus we hebben heel veel ideeën daarover. Wat doet u zelf aan duurzaamheid? Ik heb zelf ik heb nog geen zonnepanelen zoals je hebt. Ik woon in een huis met meerdere mensen, dus ook bovenburen. Dus ja, dan moet ik hun dak gaan gebruiken. Ja. Dat is een beetje onhandig. Ja, dat is ook... De auto die er is een auto die ik mag gebruiken, zeg maar, van het werk. Dat is een hele duurzame auto. Dus we kijken op die manier ook inderdaad met autorij, afval scheiden. Papier, blik, naar alle zaken die je kunt doen. En ik probeer ook wel echt goed op te letten dat ik minder plastic koop. Want dat vind ik, bijvoorbeeld dat ze groenten allemaal in plastic zitten. Ja, dat vind ik ontzettend jammer. Dan denk ik, je kan het gewoon ook neerleggen en dan kunnen mensen dat gewoon zelf meenemen naar huis. In de eigen boodschappentas. En zou u meer kunnen doen? Ja, dat denk ik wel. Ja, ikzelf zou ik ook wel meer kunnen doen, denk ik. Schaamt u zich er wel eens voor dat u te weinig doet? Nou, ik heb wel eens gedacht over bijvoorbeeld vliegen. Is dat nu echt wel nodig? Dus ik heb ook bijvoorbeeld, ik moet ook wel eens in Luxemburg of in Duitsland zijn. Mm-hmm. Wij kunnen dan ook gaan vliegen. En toen heb ik gezegd, dat wil ik niet meer. Ze zit überhaupt al in de Tweede Kamer, maar ze hoopt natuurlijk gewoon dat ze heel veel zetels krijgt, veel meer zetels, en dat ze gewoon echt minister wordt. Ja. Wilt u nog minister blijven? De goede vragen allemaal. ik ga nu eerst voor de Tweede Kamer natuurlijk. Ik sta op de lijst voor de Tweede Kamer. Dus ik ga ervan uit dat ik in de Tweede Kamer terechtkom. Wat gaat u doen als u niet in de Tweede Kamer komt? Wat ik nog heel graag een keer zou willen doen, is ook in arme landen gewoon iets doen voor de kinderen in die landen. Dus ik zou dan echt meer in, bijvoorbeeld of je daar scholen kunt opzetten. Of dat je mensen uit de armoede kunt krijgen daar. Of iets met gezondheid. Mm-hmm. Maar dat zou ik graag doen in een land waar veel kwesties spelen. En heeft u vroeger wel eens kattenkwaad uitgehaald, of niet? Ik was best wel braaf vroeger. Okay. Ja, het is echt heel saai. Heeft maar u wel eens iets gedaan? Ja. Ik weet nog wel, wij woonden in... ik woonde op een boerderij vroeger. En naast onze boerderij stond een hokje. Dat was eigenlijk werd niet meer zo goed gebruikt. En we hadden toen verf gevonden. En toen zijn we dat hok helemaal gaan beschilderen. Oh. Maar dat was van iemand. Dus die vond dat niet zo heel erg leuk toen we dat hadden gedaan. Dus dat was niet zo'n heel goed idee. En daar was mijn moeder ook heel boos over. Ja. Dus ja. Wilt u een TikTok met ons maken?
TikTok. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we goed zijn voor het klimaat. Dat we zorgen dat kinderen niet in armoede leven. En dat kinderen goed onderwijs hebben.